Hier gaan we, jongens. We drukken op de knop. En als het goed is, komt dus de winnaar. En dan gaan we kijken of het werkt. Dus, hier gaan we. Hallo, hier is Kingo met Modded IMI, jongens. We zijn weer terug. En vandaag in deze episode gaan wij werken aan de Wither Farm. Oh yeah, en daar gingen weer een Wither Skeleton. Heel nice. Ja, eerst even een recap. Zoals altijd weer, ik heb er wat spulletjes gedaan. Het is niet echt veel nieuws, maar ik heb gewoon heel wat dingen een beetje netter gemaakt. En ik heb al een beetje voorbereid voor wat we gaan doen in deze episode. Dus laten we maar eens kijken door naar deze kamer te komen. En hopelijk gaan jullie niet al te dood of al te doof worden van al de geluiden van de Enderman en de Wither Skeletons. En ja, het eerste wat ik even wil laten zien is natuurlijk deze kamer. Ik heb heel deze kamer verhoogd. En ik heb hier de plek gedaan voor de Wither Farm. En zoals je kan zien, dit is ongeveer wat het is. Het is niet echt super groot, het valt reuze mee. En de reden waarom dit maar zo klein is, is... Daar zullen we natuurlijk over gaan als ik helemaal de spullen pak die in die kist zetten. Maar ja, in ieder geval, daar kom ik zo weer op terug. Maar ja, de Wither Farm doet in ieder geval goed. En ik heb zelf de Wither Farm heb ik wat geüpgrade. Ik heb er een Optadic Capacitor in gezet. Oftewel, nu spannen echt super snel van die Wither Skeletons. Moet je kijken, ze spannen. Ze worden afgevoerd, ze worden gekild. En ja, het ligt ook een beetje aan hoeveel er in dit bak zit, zeg maar. En dan spannen er weer nieuwe. Dus deze zullen allemaal meteen gekild worden. Boom. En dan kan je zien dat er bijna echt heel snel, een paar seconden na spannen, alweer nieuwe. Dus het gaat super snel. En dat kun je ook wel zien als we hier bijvoorbeeld Wither Skulls gaan opzoeken. Ja, we hebben de 342. Dus dat is een beetje omgerekend als je even doorrekent naar hoeveel Withers zijn dat. Dat zijn er dus 313? 113 Withers. Dus 113 Nether Stars als eenmaal de farm werkt en alles. Dus niet verkeerd. En ik heb ook een lading stoel sandwich halen. Dus daar zou we ook genoeg moeten hebben. Want ik bedoel, dat is dan 400 en ja, nog geen 500 soulsand wat we nodig hebben. Dus dat is nice. En ja, soulsand dat moet ik voor nu dus constant nog halen uit de nether. Maar dat is niet zo'n probleem. Gewoon even met mijn shovel en zo. Dus dat is nice voor de farm. Ja, dit hier. Jongens, kijk eens wat ik hier heb gedaan. Ik heb het hier een keer een beetje opgeruimd, zoals je kan zien. Het stond allemaal door elkaar. Het was allemaal heel erg, best wel breed, zeg maar. Wat ik dus heb gedaan. Ik heb dus mooi, ik heb heel dit setup hier opgeruimd. Dus dat was eerst een setup van het maken van dat... fluids, van dat, hoe heet het, nutrient spul en alles. En ik dacht van, dan gaan we het toch niet meer gebruiken. Dus ik heb het weggehaald en ik heb in plaats daarvan heb ik een muur gezet voor ender chests en een muur gezet voor autocrafters. Dus dit worden allemaal autocrafters. En ik kan in principe, als ik meer ender chests nodig heb, dan kan ik dat hierboven ook nog doen. Dus een hele muur dat ik daarvoor eigenlijk wil besteden. Dus bijvoorbeeld, dit wordt autocrafters, hier worden autocrafters. En dan kan ik bijvoorbeeld nog een lijn hierboven doen met meer ender chests. Mocht ik het nodig hebben, maar voorlopig... zitten we nog wel goed, want er kunnen dus 9 en de chest op. En we hebben er nu 4 gebruikt en de 5e komt erbij vandaag. Maar goed, in ieder geval hier dus de autocrafters. Dus er staan gewoon de dingen die ik gewoon kan doen. Zonder dat er een systeem voor nodig is. Dus een proces voor nodig is. Dat zijn gewoon echt gewoon de crafting dingen. En hier, als jullie even heel goed naar kijken jongens. Kijk eens hoe compact dit nu is. Eerst was het echt gewoon tot en met hier. En was het nog eentje breder. En ik heb het een heel stuk compacter gekregen. Door alles gewoon een beetje op elkaar te zetten. En dan... de kabels door elkaar te laten lopen, want dat kan met Ender.io natuurlijk. En ja, dit ziet er heel erg ingewikkeld uit misschien, maar dit is gewoon stroom. Items voor dit ding. En zelfs dingen van items naar daar te doen. En omdat ik overal een filter in heb zitten, dan maakt het niet uit dat het zeg maar connected is. Dat zeg maar deze kist die delen dezelfde cable netwerk. Dat maakt op zich niks uit. En ik heb ook wat veranderd. Ik bedoel, ik heb hier nu een ding gezet van stroom en daar zo. Dus een heel stuk netter vind ik dit. I like it. Dus dit vind ik goed. En natuurlijk is dit helemaal opgeruimd. Alle kisten staan nu daar. Oké, verder nog iets gedaan? Niet echt, denk ik. Ja, ik had een hele ladder obsidian nodig voor een recipe van de Wither dingen. Dus dat is... daar heb ik een pilaar in de end helemaal legaal. Dat is misschien het beste, het nuttigste wat ik kan zeggen nu. Maar anyway, zonder te veel vertraging, laten we nou maar beginnen met het maken van de Wither Farm. En daarvoor hebben we dus deze resources nodig. Dus hier, laat kijken we even in. En ik heb de meeste resources heb ik al gemaakt, zodat we alleen maar alles hoeven te bouwen. Het enige wat een beetje nieuw zijn de Reinforced Glass, de Mechanical Users en de Reinforced Obsidian. De rest hebben jullie wel gezien hoe ik het moet maken. Oh ja, en de Insulated Redstone Circuit, maar dan maak je met Redstone Alloy en Conduits en Redstone Alloy maak je met Redstone en Silicon in een alloy smelter. Dus okidoki. Ik heb hier dus weer 2 Ender Chests, er wordt een nieuw Ender Chest en ik ga doen met 2 zwart, dus wit, zwart, zwart. En waarom 2 keer zwart? Omdat het een witter is. Ik denk van, dat zwart past er wel goed bij.
Wat een beetje bouwblok, wat iron van. We hebben toch genoeg iron. Yeah. Oh ja, dan moet ik trouwens ook nog eventjes laten zien. We hebben best veel items, zoals je kan zien. Ik heb alles nog niet in blokken veranderd. Dat moet ik nog doen, want dat is echt een tedious werkje. Waar ik dus een auto-crafting systeem voor wil maken. Maar het punt is dat ik nog steeds niet weet hoe ik, als ik dingen wil gaan craften. Dus hoe ik daarop moet klikken als ik er al iets van heb. Ik weet nog steeds niet hoe dat werkt. Ik heb nog steeds niet gekeken naar een video waarbij. Ik loop weer een paar episodes voor. Niet veel, maar een paar in ieder geval. Dus, I don't know. Ik moet nog een keer opzoeken van hoe kan ik nou gravel maken. Craft, gravel. Nee, ik heb geen idee. Dus dat moet ik nog zien. Nee, we hebben dus best veel. En zoals je kan zien, we zitten ongeveer op ongeveer 60% vol. Dus kan er voorlopig nog wel even doorgaan. Dus okidokie. Nou jongens, dan gaan we hier aan werken. En ik ga wel even de dingen wat zachter zetten. De hostile creatures. Oh, die staat trouwens op 100%. Zal ik het even op 40 zet voor nu? Dan als er dus enemies door doodgaan, dan word je er niet gek van in de episode. Maar dan hoor je het nog wel heel zacht. Dus oké, nou. In ieder geval, dat was dus dingen. Mag ik wel laten zien? Oh, kom hier. Dingen kennen we allemaal. Reinforced glass, dat maak je in een... hoe heet het? Dat maak je van advanced alloy en glass. Advanced alloy maak je met een mix van dingen. Dat zijn gewoon plates van bronze, tin en iron. En dat doe je dan in een nieuwe machine gaan met de compressor. Waar ik even snel heb gemaakt. Die staat dus hier. Dus heel simpel. Simpel gebeuren. Dus dat is niet echt heel bijzonders. Dan hebben we de mechanical users en deze dingen. De reinforced obsidian. Dus reinforced obsidian maak je met dark steel. En dark steel, dit is dus zo duur als wat. Want één reinforced obsidian, dat kost me echt iets van meer dan 6 obsidian. En aangezien ik er bijna een stack heb, heb ik dus 6 stacks obsidian gehad. En dat heb ik dus uit de hand moeten halen. Dus hebben we dat. En dan hebben we dus de mechanical user, maak je gewoon met een dispenser en liever. En een, hoe heet dat? Crystal energetic dingen? Resonant. En rest van crystal. Dat was het. Dus oké, dat is ongeveer alles van wat er nieuw is, wat jullie niet echt misschien niet kennen. Ja, de timer is ook redelijk simpel, dus gewoon dit, maar die hebben jullie al gezien, want die staan daar al. Dus laten we maar beginnen. Dus we moeten beginnen met, ik denk met de ender chest, met de hopper, met de piston en met deze dingen. Dat zijn de dingen waar we mee moeten beginnen. Dus okidoki, laten we maar beginnen dan. Dus als allereerste willen we dus uiteindelijk, de doel van de Wither Farm is, we willen de loot van de Wither, dus de Netherstar en eigenlijk ook van die rare dingetjes, van die skin bag zeg maar, kan je ook ermee pakken. Dat is een bijzaak, maar die wil ik dus collecten en daarvoor doen we het in deze kist waar alles in komt. En met een hopper waarbij het dus erin valt. Okidoki, nou dat is dus de onderste laag. Dan komt nu de bodemlaag van... ja, hoe heet het? Van waar de bak is waar de Wither in komt. Dus dan moeten we maken van dit spul, want als de Wither opblaast, doet dat dan geen schade. Dat is de reden waarom we dit gaan gebruiken. En we moeten dit vullen helemaal zo. En de reden waarom ik het zo doe en niet deze twee dingen is, deze is gewoon voor de kist, zodat je de kist nog kan openen. En deze is omdat hier een piston moet. Want dit klinkt misschien heel raar, jongens. Dit klinkt heel raar, maar ik moet dit trouwens een klein beetje, denk ik, nog wat meer uithakken. Maar dat zal wel. En hier moest trouwens ook nog iets komen voor uiteindelijk wat meer kabel. Maar ik dacht van, daar ga ik geen hele dingen voor doen. Ik had het een beetje netjes al afgedicht, want er zit hier een ravijn. Maar ja. In ieder geval, de reden waarom ik hier een piston doe, is dat raar, vreemd genoeg, is obsidian is niet te niet te vervoeren met pistons. Maar blijkbaar dit spul dus wel. En ik wou eventjes een ding zoeken, een redstone torch, die ik uit deze kist moet halen. En er zitten spoilers voor iets wat we zo moeten doen, want er is nog één ding waar ik nog niet over ben gegaan. En dat zit hierin, en dat is een nieuwe mod. Dus misschien kan je het dan een beetje herkennen. Maar daar komen we zo wel op terug. Als we eenmaal daar aan toe zijn gekomen. Maar wat ik dus wil even doen. Als ik dus dit doe. En ik doe dit. Dan zie je dat het gewoon wordt weggetrokken. En de reden hiervan waarom ik dit doe is. Er is voor de rest geen andere manier. Om fatsoenlijk een ding te doen. Hoe heet het? Om fatsoenlijk de loot te verzamelen van de Wither. Want de Wither moet dus ontploffen in een kamer. Dat helemaal is afgesloten. En anders dan krijg je dus block damage door de explosie. Dus daarom dat ik dit heb gedaan. En ja, de rest wordt gewoon heel de tijd dit op, helemaal naar boven. En dan aan deze kant komt een reinforced glass. Dus wat er dan gebeurt is, dacht ik kan er meteen ook even een ander ding alvast plaatsen. Dus here we go. Tenminste, ik weet niet, is het wel zo slim om al te plaatsen? In ieder geval, ik zal het wel eventjes gewoon even hierboven zetten voor nu. Want dan betekent dat er geen ding heeft. Hier zo komt dus de autokiller. Komt hiervoor staan op deze plek. Want hieronder zit al een dingetje. Hoe heet het? Een capacitor bank. En dus de Wither komt hier, ontploft en wordt instant vermoord door dat ding. Instant. Dus dat is super nice. Dit ding is echt gewoon een insta-killer blijkbaar. Is echt ongelooflijk. Content saves. Oké. Nou, ik laat het even nu zo daar staan. In ieder geval. Komt hij dus hier in, dan ontploft hij, krijgt dus de loot. Dan zorg ik met een redstone puls dat dan uiteindelijk dit ding open gaat. Dan gaat de bak open. En dan vallen de items naar beneden in de hopper. En dus in de kist naar ons plek waar we nodig hebben.
Dus dat is hoe het werkt. En dan gaan we nu verder met al deze dingen neerzetten. Want dit moet flink hoog. Dus ja, we hebben nu een nieuwe mod trouwens voor backups. Want er was iets aan de hand op de server. Door de hele tijd. Je weet wel die short van Tim Fucked Up. Dat was niet Tim's schuld natuurlijk. Maar dat doe ik gewoon voor de lol. Het is een beetje een meme. Maar in ieder geval wat er dus aan de hand was daar. Als ja, even kijken hoe zit het met de light level. Oké, is nog goed. Maar wat het dus het punt was, is dat ja, ID's van blokken werden geswitcht door een reboot van de server, blijkbaar. En nu heeft Tim die reboot eruit gegooid, maar nu heeft hij wel een andere backup ding aangemaakt. Dus, oké, heel nice. Maar goed jongens, in ieder geval, nu hebben we dus dit. Dit is dus de hele shaft waar dus de widder invalt. Omdat de widder is blijkbaar maar 1x1. Dus dat heb ik van Tim, dus dank je Tim, want die heeft niet zo heel lang geleden heeft hij een video geüpload van zijn widderfarm. Dus het is wel een beetje anders dan de mijne. Maar goed, in ieder geval... ja, ik heb hier nu geen deur gezet, maar dat was ik wel van plan. Want er is trouwens ook iets anders waar ik nog even over wil gaan. En dat is wat minder leuk. En dat was dat er een rollback was vanwege dus dat probleem, want het kwam dus terug. Het was dus weer zover dat we dus de hele server... nou, niet echt dat lekker, tenminste voor mij niet. Maar de blok-ID's waren weer geswitcht of zo. Het was in ieder geval iets raars. Dus, waardoor de server moest worden gerollbacked. En daar werd er dus redelijk wat van mij... gerollbacked, waaronder dus het maken van heel deze kamer. Tenminste, het voorbereiden van heel deze kamer. Het voorbereiden van de meeste spullen. En heel dat. Dus dan mocht ik een tweede keer doen. Dus ik heb al die dingen twee keer gedaan. Dat is wat minder leuk, maar ja. In ieder geval, wat ik dus nu wou doen is even deze ingang. Want ik ga dit afsluiten. Met, ja, hoe heet het? Met allemaal van deze dingetjes. There we go. Want dit is de plek waar de widder wordt gebouwd. In deze 3x3 area. Want er moet per se 3x3 area zijn. Dus daarom heb ik dit nu gedaan. Dus okidoki. Nu hebben we dat. Nu pakken we het iron en de mechanical users. Want dat is dus wat we nodig hebben voor de volgende stap. En dat is het bouwen van de widder echt. Dus oké. Okay. De mechanical users, die komen dus in de vorm van dingen. Komen die hier te staan. En ik heb er 9, maar we hebben er maar 7 nodig. Dus moeten we eventjes zo doen. Dus daar, daar, daar. Gewoon even overal op. En there we go. Dus dit zijn de mechanical users. En wat kunnen die dingen nou dus doen? Als je erin kijkt, je kan ze... dingen laten plaatsen, laten interacten, left mouse click, right mouse click. Je kan kiezen welke slot, tenminste upper left of random. Ik ga upper left doen. Ik ga deze alvast meteen goed instellen. En dat is voor deze vier, de onderste vier, die moeten dus een blok neerzetten, stoelcent. Dus daarvoor moeten we place blok en we pakken de upper left slot only. En de reden daarvan is dat ik de andere slots ga volzetten met signs, zodat alleen maar één slot vol loopt. Want ik heb heel wel geprobeerd, maar er moet blijkbaar een backup zijn. Dus de backup is namelijk 4 stacks glowstone en 3 stacks witherskulls. Dat klinkt superveel, maar we hebben nu 300 witherskulls. Dus 3 stacks, dat is maar 200 of zo. Dus het valt mee. De backup kunnen we handelen. Dus ik vind het niet erg dat hier bijna 200 witherskulls verstopt zitten, om zo maar te zeggen. Maar ja, in ieder geval. Moet ik even alles klikken. Dus op place block, upper left slot. En dit moet trouwens staan op redstone on. Dus het werkt alleen als er redstone is. Dus dat was ik nog vergeten te doen. Place block, upper left, place block, upper left. Had ik nou deze ook al gedaan? Place block, upper left, ja. Yeah. Oké, okay, dus nu is alles als goed is gedaan van de onderste. Place block, upper left, ja. Yeah. En deze moet precies hetzelfde zijn, behalve dat in plaats van place block moet er staan use item on block. Want dat betekent dat hij dus een skull neerzet op een blok. Dus, oké, okay, there we go. En there we go. Wacht, nee, dat was stond al goed. Right, allemaal upper left, ja. Yeah. Okidoki. Dus nu zijn deze dingen goed ingesteld. En nu kan deze dingen dus weg, want we moeten hier uiteindelijk kabels hebben. Maar die kabels komen straks wel, want dat was ook weer... Dat wordt een flink werkje. Ik heb zeg maar een heel erg compact design gemaakt. Dus misschien moet ik dan af en toe een beetje skippen voor dat. Maar ja, waar het in ieder geval op neerkomt is dat op die manier... is het super compact. Kan ik gewoon hier de items inzetten en de redstone dingen op een mooie klok. Wat ook precies gewoon werkt dat deze... Want ik wil zeg maar dat de onderste vier... eerder activeren dan deze drie. Want anders dan krijg je iets heel raars. Want als deze eerst activeren voordat er hier een blok staat, dan kunnen ze de skulls hier neerzetten ofzo. Het is in ieder geval heel raar. Maar oké. Okay. We hoeven hier binnen voor de rest niks meer te doen. Dus laten we nu maar de rest afsluiten. Met iron blocks. Dus zo. Even kijken. Oh, we moeten nog even daar naar binnen. Want ik wil daar van binnen nog even wat aanpassen. En dat is... ja. En ik zat nog te denken van, zal ik hier misschien licht zetten? Want anders kan er hier dingen spannen. En als dat het geval is, dan loopt deze machine dus vast. Dus misschien moet ik nou even kijken. Ik denk dat ik het even snel ga doen. Want anders krijgen we er gewoon inderdaad probleem van. En dat is gewoon één glowstone bovenaan neerzetten. Dus even kijken, heb ik nog wat? Glow. Wacht, painted? Nee, hoe heet dat dan? Heb ik helemaal geen glowstone trouwens meer? Wauw.
Helemaal niks. Kijk, heet dat niet van. Wat de hel? Oh, omdat ik. God damn it. Normal. Glow. There we go. Ik dacht al, wat? Heb ik nog helemaal geen dingen meer? Ja. In ieder geval, met dit is dat dus gefixt. Dus dan hebben we zorgd dat we de licht hebben daarboven. Dus die zet ik dan op deze plek. Bloop. En de rest kan ik dan gewoon met iron wel weer gewoon afdichten. Zo, en dan. There we go. Jou daar. Jou daar. Dit zo. En dan dit. There we go, jongens. Dus als we nu vanaf de buitenkant kijken, dan is het vanaf hier hoe je dit eruit gaat zien. Hoe dit eruit ziet, is compleet af. PC even restarten. Yo, daar gaat Matthias even. Ja, maar in ieder geval, dit is alles wat we nodig hebben. Daar komt de weather, spant, valt naar beneden, komt hier beneden uit en wordt daar gekild. En dan gaat dat ding open en drop het items in de hopper en wordt het in ons systeem gezet. Dus okidokie, dan hebben we dat gedaan. En dan is de volgende stap, is ik denk dat ik nu gewoon de ender chest ga neerzetten. Dus en de kabels ready gaan maken. Dus okidokie, dus we hebben kabels nodig, we hebben jou nodig en dit is dus het. Best wel flink werkje. De timer, dat komt op het einde. Want dat wil ik helemaal op het einde pas doen. En de items ga ik ook nu nog niet doorvoeren. Maar wat ik wel alvast ga doen, is ik ga de kisten klaarmaken. Dus we maken black en black. Dus there we go. Dan hebben we deze kisten, nieuwe kisten. Ik zal hem alvast op de plek zetten. Dat lijkt me niet zo heel erg probleem al om dat te kunnen doen. En ik ga dan wel eventjes de dingen omdraaien. Dit ding, dat ik nog even niks van problemen heb ermee. Ja, dat is goed genoeg. Dus there we go, we hebben black. Daar komen dus. Dus de reden waarom ik deze kist zet is: hier moet dus het Soulscent en de Wither Skulls inkomen. In die kist. Dat is de bedoeling. Dus oké. Dan gaan we deze kist zetten op. Volgens mij was de plek waar ik hem wou hebben, was hier. Hier was de plek waar ik de kist wil zetten, waar dus de spullen uitkomen. Dus oké, dan hebben we jou in ieder geval. De item conduits gaan dus allemaal hierheen. Zo. Oké, dan hebben we dit. En dan moeten we het een klein beetje aanpassen. En dat is deze weg en deze weg. Want, en dan kan deze ook meteen wel weg. Dat is wel wat makkelijker. Here we go. Oké, dus er staat nu op uit. En er staat op always active. Dus als hier items in zitten, wordt het eruit gepakt. En wordt het in deze dingen gezet. Nu moet ik dus nog bepalen van. Ik wil dat er, ik wil dat de juiste items worden neergezet. Dus ik wil hier Soul Sand. En ik wil hier Wither Skills. Dus hoe we dat gaan doen is, we moeten eerst even al deze dingen switchen. Zo, there we go. Jou daar. Oké. Dus voor deze is het volgens mij nog redelijk simpel. Voor mij kan ik hier gewoon echt gewoon een basic filter allemaal inzetten. En dan gewoon, En dan gewoon de item erin die ik dus wil. Dus we kunnen gewoon allemaal hier filters inzetten. En ik zal zo meteen even vast de Soul Sand pakken en de Wither Skulls. Om dat hier alvast in te kunnen doen. Dus zo, de bovenste drie. There we go. Oké, dat is nice. Dan gaan we nu eventjes die Wither Skulls pakken en Soul Sand. Want dat zal niet zo heel veel probleem zijn. Dus pak even Soul. Pak gewoon even een halve stack van. Pak even Wither dingen. Pak ook even een halve stack van. Gewoon even simpel. Halve stack Wither Skulls, jongens. No big deal. Dus we gaan hier dan naar boven. En we zetten dus alles hierin wat we dus willen. En omdat al deze dingen dus staan op Redstone Only, zal het niks activeren tot het een Redstone Impulse krijgt. Wat het dus voorlopig niet gaat krijgen. Dus even kijken, Soul Sand. En de reden waarom ik een half stack pas was gewoon even omdat ik het wat makkelijker vond. Soul Sand. Even kijken. Soul Sand. En daar zo. There we go. En dan Wither Skill. Ik had eerst trouwens ook een ander idee. En dat was dat ik het. Dat ik dus hier één filter in ging zetten. Van ja, hier komen dus alleen maar Wither Skills en Soul Sand in. Maar dat had niet echt gewerkt. Want dan moest ik met twee inputs werken. En daar had ik geen zin in. En ik denk van dit is gewoon goed. Want nu worden dus de juiste items op de juiste plek gezet. En ook alleen maar in die slot. Dus oké. Hetgeen wat ik trouwens nu eerst ga doen voordat ik het vergeten is, ik ga even wat signs maken en eventjes die slots wegzetten. En dat skip ik wel even, want dat is redelijk saai werk. Dus ben ik zo terug als ik dat heb gedaan. Okidoki jongens, dat heb ik dus nu gedaan. Dus dit is dus wat ik bedoelde. In alle slots zit dus een sign. En dat betekent dat dus de upper left slot dat alleen deze werkt. Dus al deze dingen die werken sowieso niet. Maar om te voorkomen dat ik in plaats van 3 stacks Wither Skulls, dat ik dan de 27 stacks Wither Skulls kwijt ben. Doen we eventjes hier de signs. Dat voorkomt dat. Dus dat is nice. Speed upgrades heb ik allemaal niet nodig bij deze dingen. Dus dat is echt nutloos. Dus overal staat het. Heel nice. En dat betekent dat dat allemaal klaar is. De items gebeuren is nu helemaal klaar, jongens. Dus de items, niks meer aan doen. Dus dat is done. Dan gaan we nu over naar. Waar heb ik trouwens mijn redstone dingen gezet? Mijn redstone alloy dingetjes. Heb ik die per ongeluk weggegooid? Moet ik die eventjes gaan pakken. Dus red. Yep, there we go. Per ongeluk weggezet. Oké.
Dan wil ik dus nu redstone gebeuren doen. En daarvoor heb ik best wel een interessante setup nodig. Tenminste, een interessante setup wat ik moet doen. En eerst daarvoor wil ik even een fatsoenlijk plekje hiervoor maken. En dat is dus even zo doen. Dat hieronder, dat zal wel. Dat kan ik gewoon even op deze manier doen. Right, dit is gewoon goed. Ja. Dus ik kan gewoon heel dit mooi opvullen. Ik wil gewoon een mooi vloertje hebben nu. Want hieronder heb ik dus maar heel minimaal. Ik moet alleen daar wat mee doen. Dus voor nu kan ik dit gewoon doen. Ja, wat we dus nu gaan doen is, we zetten hier op deze plek, dus ik moet dit even opvullen. Dus ik zorg even dat ik wat meer ruimte heb hier, zo meteen. Wil ik dus een tafel zetten. En op deze tafel gaan wij een speciaal redstone circuit maken van de nieuwe mod die is toegevoegd, genaamd Super Circuit Maker. En de Super Circuit Maker, dat is een mod waar Tim helemaal hyped voor is en ik vind het op zich ook wel vet. En dat is dus wat er in die andere kist zit. Dus ja, weet je wat, ik denk dat we er als eerst naar gaan kijken voordat we gaan beginnen met de andere dingen. En even zeggen, welkom bij van Matthias. Dat is oké. Nou, Super Circuit Maker, daar kan je dus zeg maar een heel complex systeem van redstone, waar je bijvoorbeeld wil doen als je bijvoorbeeld één bepaalde input hebt en je wil op een hele aparte manier andere outputs, of met repeaters zoals jullie al weten, dat je zeg maar een delay maakt. Dat kan je allemaal in één blok doen. Dat is super, super nice, super hard, super chill. En daarvoor hebben we dus een paar dingen nodig. En laten we beginnen met het maken van een screwdriver. Dus dat maak je op deze manier. Sorry, niet met sticks, met iron ingots. Oeps, ik weet niet waarom ik hier sticks had gezet. Dus ik dacht al zo van, wat, dit klopt niet. Dus met twee iron ingots en lapis, ik ben een derp jongens. Dan maak je in ieder geval een screwdriver. There we go, screwdriver van Super Circuit Maker. En die heb je dus nodig om dus heel veel te kunnen aanpassen bij de circuit. Om het te activeren, te deactiveren en al dat soort dingen. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Als allereerste hebben we een bord nodig om zo'n circuit op te kunnen maken. En daarvoor heb je redstone circuits nodig. En die maak je dus met 6 slabs, zo'n waar je net kon zien. En dan kan je op de grond neerzetten en there you go. Dit is dus een bord met circuit. En daar kunnen we dus een heel miniatuur redstone dingetje op bouwen. En daarvoor heb je een bepaald aantal dingen nodig. En de items die wij nodig hebben zijn er meer. Maar de items die wij nodig hebben zijn torches, redstone en een ander item wat in principe een repeater is. Maar dan heet het hier, als ik het even ga maken, dus dit was de recipe. There you go. Quartz Resonator, zo heet die dingen. Dus dit zijn de drie items die we nodig hebben. En moet je kijken wat er gebeurt als ik dit nu zo doe. Kijk eens jongens. En ik kan het neerzetten. En het maakt ook een geweldig geluid. Ik weet niet of je het goed kan horen, maar ik zal wel even stil zijn. Ja, het maakt een heel zacht poepgeluidje. Poep, poep. Als het plaatst, dat vind ik geweldig. Maar in ieder geval. Ja, deze dingen zijn dus repeaters. Een soort van repeaters. Dus als ik een beetje plaats en ik zal er even op klikken met mijn screwdriver. Dan kan je het aanpassen. Het is een quartz redstone, resonator, sorry. Een quartz resonator. En wat ik dus kan doen is, ik kan dus aanzeggen wat de delay is. Maar daar zo meteen even meer over. Ik wil het niet al te veel detail over doen, maar ja, omdat anders deze episode weer te lang wordt. Dit wordt sowieso een lange episode, dus dat weet jullie alvast, maar dat hebben jullie lang kunnen zien waarschijnlijk. We hebben tiny piles of redstone nodig om dit te kunnen doen. Want normaal redstone is te groot, dus we hebben tiny piles nodig. En dan maak je dus met één redstone in een dingen, maak je dus 9 per stuk. En deze kan je plaatsen. Dus als ik nou gewoon dit doe, zo, dan kan ik dus een heel redstone dingetje maken. En helemaal naar daar gaan, en naar daar. En dan kan ik bijvoorbeeld dus ook een delay opzetten. Dat is dus wat dat is, en dan naar daar. En wat we dus kunnen doen, is als we bijvoorbeeld hier dan zo even twee redstone dingen naast zetten. En ik zou dus dit activeren. En dit ding heeft nu een delay van 1 seconde. Als ik dit nou aanzet, dan zie je dat... oh wacht, ik heb het nog niet afgemaakt, dus dat was nog niet goed. Want je moet het zeg maar ook aanzeggen van waar wil je de ingang hebben. En dan doe je dus met shift ingedrukt houden en dan zo'n streepje. En uiteindelijk wordt dat iets anders, dat heb ik al gemerkt. Maar omdat deze mod is nog pas nieuw en zit ook nog vol met bugs trouwens. Maar in ieder geval, wat ik dus nu net heb gedaan is, ik heb gezorgd dat dit is geconnect dat met input. En dit is een output geworden. Dus dat is gewoon een rechte streep uit de dingen. En dit werkt. Dit gaat werken. En hoe dit gaat werken is, dit gaat aan, het gaat lopen, het komt bij dat ding, het heeft een delay van, als we even kijken met de screwdriver, van 20 ticks, dus dat is 1 seconde en dan gaat dat ding aan. Dus laten we even kijken. Tik. En die werkt niet. Ook al staat dat ding, dit ding ging wel aan. Oh wacht, er was één ding wat ik was vergeten en dat is, dit is ook een output, of een input zeg maar. Dus je moet elke keer van zo'n ding moet je ook weer een input doen. Dus dat is een dingetje die ik af en toe vergeet, dus ik moet even zorgen dat ik mijn dingen dat ik zo meteen daar moet maken, dat ik het wel goed doe. Maar zo werkt het dus, en als ik dit uitzet, dan zal je zien dat er 1 seconde delay is. Dan gaat hij uit. En ik kan het ook hoger zetten. Bijvoorbeeld, ik kan... En als ik shift eigenlijk, dan kan ik het in secondes doen. Dus 2 seconden is nu 2 keer zo lang. Dus als ik nu op klik, 1, 2, en dan gaat hij aan. There we go. Doe het even. Maar dat is dus hoe dit werkt. Super nice. En ja, wat ik dus nu even ga doen is, ik ga even al deze dingen weghalen. Dus even kijken, zo. Vloep, 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 vloep. Kan ik allemaal weer oppakken.
En dan gaan we nu een keer het circuit maken dat we nodig gaan hebben voor de farm. Dus daarvoor hebben we alle items in onze inventory, dus dat is nice. Dus laten we het maar gaan doen. Dus oké, hier zetten we dus neer. En wat ik dus wil gaan doen is, ik wil op deze plek wil ik de timer zetten. Dus hier komt de timer. En de timer die doet een redstone pulse richting dat ding. Waardoor je dus, waardoor dit wordt geactiveerd. In ieder geval, dus dan weten we dat. Dus hier is onze input. En we moeten trouwens onze input een beetje aan de kant doen, aan de zijkant. En de reden daarvan is dat ik een grote delay nodig heb voor sommige dingen. Dus even kijken, we doen even zo. En ik moet even kijken hoe het nou zit. Want, ik zal alvast dit kan ik vast een beetje doen. Dus het gaat zo, het komt hier naar beneden. En dan doet het dit. En zoals je dit kan zien, het connect ook meteen. Dus dat werkt super nice, dit. Maar ik heb dus dit nodig. Zo. En dan hetzelfde met deze. Dus klik op jou. Jou. Naar boven. En dan zo. Dus dit is hoe we het moeten hebben. Dus nu hebben we dus 3 redstone outputs en 1 redstone input. En dat hebben we hier. En dan uiteindelijk moet ik dit helemaal hier goed maken. Maar dat komt nog. In ieder geval. Eén van deze twee, want deze twee die gaan door dezelfde kabel, dus dat moet ik even apart doen. Eén van deze twee activeert deze dingen, de Soul Sand, en de ander activeert de Skulls. En ik wil dat de Soul Sand net iets eerder wordt geactiveerd dan de Skulls. Dus laten we doen, deze is de Soul Sand en deze doet is voor de Skulls. De Soul Sand wil ik als eerst, dus wat we dan gaan doen bij deze is gewoon direct een lijn. Helemaal direct ernaartoe, en ik zal het ook meteen goed maken, zo, en deze is in. Dus oké, nu hebben we dit. Dus dat betekent, het gaat direct ernaartoe. Okidoki, nice. Nou plaats ik dit ding, de resonator daar. Met een input, ja, dat is goed. En dan dat is het foute ding, die heb ik niet nodig. Dus ja, je kan deze dingen trouwens ook op de muur zetten, maar dat is nu nog een bug. Dus daarom dat ik het nu vlak doe, dat werkt wel. Dus we kijken jou. En dan doe ik jou, dat het zeg maar, dit moet gewoon normaal. Oh ja, je kan het ook rotaten, dus dat is wat ik mogelijk daar deed. There we go. En ik moet jou hebben, want het komt eruit. Ja, zo werkt het. En deze delay, dit ding, wil ik zetten op 5 ticks. Heel klein beetje. Maar dat betekent dus dat een kwart seconde nadat deze worden geactiveerd, dat deze worden geactiveerd. Dus dat is wat dit dus doet. Oké, dan gaan we door naar de andere kant. En voor degenen die niet echt zo ervaren zijn met rest van die denken van, Kinga, wat doe je nou? Dan bear with me, jongens. Het is zo klaar. Dus in ieder geval, we moeten die kant op. Maar deze moet een andere redstone ding hebben. Dus als we dit nu even zo doen. En dan even kijken. Dan zetten we hier een torch neer. Dan zal je als goed eens zien. Als ik dit dan even aanzet. Even kijken. Zo. En dan zo. Kijk, nu ik dit heb gedaan. Omdat hier dus een torch staat. Dit is nu aan. Dus dat betekent dat nu de pissen op de aanpositie staan. Dat is hoe we het wouden. Dat het dicht is. Dus oké. Dat betekent dat na dat betekent dat zodra dit ding afgaat, wordt het Soulcent geplaatst. Zodra dit afgaat, dan wordt de Witherskills geplaatst. En dat betekent dat op dat punt is de Wither er, begint te vallen. Dat duurt even natuurlijk, want het moet even wachten, opbouwen. Dat duurt een tijdje. En dan uiteindelijk, dan spant hij, wordt hij instant vermoord. En nadat hij is vermoord, wil ik dus dat dit ding uitgaat. En waardoor dus die dingen opengaan. En daarvoor hebben we dus een delay nodig van, ik heb het ook al een beetje uitgerekend in mijn dingen, van 12 seconden. 12 seconden hebben we nodig, dus tussen het spawnen van de Wither en dat het ding open kan gaan. Dus 12 seconden nodig is gewoon goed. Dat is voldoende. Dus oké, dat betekent dat nu, als ik even goed controleer, het gaat daarin, het gaat daar direct in, naar daar, ja, ja. Dat betekent dat dit nu helemaal af is. Dus dit is wat we nodig hebben om het helemaal te laten werken. Dus ik zal voor zo'n trouwens ook eerst testen met gewone skulls van normale skeletons, om even te testen of het werkt. Voor het geval dat het fout gaat, maar daar komen we zo op bij. In ieder geval, het is nu tijd voor de, voor deze dingetjes. Voor deze redstone circuit. Oh, en dingen probeert wat te vragen. Michael, maar sorry, ik ben aan het filmen. Dus ik kreeg misschien later wel even antwoord op hem. Nu deze redstone hier dus naartoe is gaan, moet ik het nu dus apart instellen. En apart instellen bedoel ik dit mee. Laten we even kijken. Moet ik eventjes dit gaan toggelen, want we moeten dus alleen maar de redstone nu hebben. There we go. Even gewoon dit uit, dat is goed. Nou, in ieder geval, het redstone gaat dus, dat is een beetje raar, het connect niet instant ermee, omdat het zeg maar niet standaard is. Dus ik moet dit daarvoor doen. Zo, en dan moet ik bij elk ding doen. Dus, kom hier. Ah, net verkeerd. Hopelijk heb ik dat goed. Goed. Ja, en dan, oh god, wat moet ik hier doen? Daar is, oké, goed gegokt. Oh, nee, fout gegokt. There you go.
Dan moet ik deze uitzetten en deze uitzetten. Oké, there we go. Dus nu zijn alle redstone dingen... Wacht, behalve de onderste. Sorry, even... There we go. Nu is alles geconnect, jongens. Dus nu hebben we dus een redstone connectie voor alle dingen. Maar nu moet ik dus zorgen dat als dit een impuls krijgt, dit ding, dat ik alleen maar de onderste werkt. En hoe we dat gaan doen, is met colorcodes. Want deze dingen die werken dus ook met colorcodes en dat is super nice. Dus als ik even dit kan... En dan kan ik gewoon ingaan. Kijk, zeg maar, hier zie je een rood dingetje, hè. Dat rode dingetje, dat is dit. Dat is de color, de signal color. En ik wilde hier dus van brown maken, want brown is soul sand. Dus oké, nu heb ik het brown gemaakt. En dat betekent dat als dit ding nu activeert, dan zal er niks aangaan. Helemaal niks, omdat het allemaal rood is. Dus dat is dus hoe dit werkt. En hoe we dat dus kunnen doen om te zorgen dat alleen deze aangaan, is, je kan het waarschijnlijk al raden, is alles van deze... Wacht, nu pas ik het mogelijk aan voor dingen. Ik moet eerst switchen naar dit. Gewoon alles bruin maken. Dus, there we go. Daar naartoe. Hup. Bruin. Even kijken of dit trouwens goed was. Want ik zag een beetje, ja. Okidoki. En dan moet ik dus hier ook doen. Bruin. En dan weer deze doen. Het is een beetje apart. Zo, om het even goed te klikken. There we go. Bruin. En voor deze dan, ja, doe eventjes terug naar black. Oh, en ik doe het weer fout. Want ik moet eerst daarna klikken. Black. Want black is de skulls, dus daarom dacht ik van, we doen het even zo. There we go. En dan deze. There we go. Okidoki. En het laatste wat we moeten doen is deze ook black maken. Dus, there we go. En dat betekent, als het goed is, hoe ik het nu heb ingesteld, zou die 100% moeten werken zodra ik hier dus de wither skulls en de soul sand in laat lopen. Dus, wat we nu gaan doen is, we gaan nog niks doen met de wither skulls. Maar ik ga wel alvast het soul sand in laten lopen en ik ga er... normale skeleton skulls in laten doen. Omdat ik dat gewoon... gewoon kan doen en dat zorgt voor... dat is veilig en dat het plaatst hetzelfde. Dus, oké. Ga even naar jou. We draaien deze even goed. Dus even kijken. There we go. En we zetten hier dus in... soul sand. There we go. Dus nu wordt het soul sand wordt hierin geïmporteerd. There we go. En je zag het al. Het verdwijnt er meteen uit. Want, laten we even hier gaan kijken. Dan zal je zien dat het uit deze kist wordt gepakt. Het zal direct in deze machines lopen. Zoals je kan zien, het loopt in deze machines. Maar... het vult op één voor één. Dus het vult eerst heel dit ding op. Dan deze. Dan die. En zo door. Dus om een beetje wat te versnellen. De test zal ik hier alvast wat inzetten. Ik zal hier ook alvast een beetje uitpakken. Kan ik het wat eerlijker verdelen. Dus zo. En dan die daar. Dus goed, er zit nu overal een dingetje in. Ja. En dan gaan we even naar bovenste. Ga ik dus nu eventjes de normale skeleton skill zetten. Wat dus geen wither maakt. Dus zo. En zo. There we go. Dus als het goed is, als ik dus hier nu... dan moet ik even een button maken. Kan ik even snel een button maken? Nee, moet ik even om dan. Maar als ik er nu een redstone impuls geef, gewoon één impuls... dan zou er dus een wither moeten worden gemaakt. Tenminste, in dit geval mijn fake wither. Zou het naar beneden moeten gaan, dat gaat sowieso. En dan na 12 seconden zou dat ding open moeten gaan. Voor ook gewoon een button press. Dus, laten we maar eens gaan kijken of dit inderdaad werkt. Dus, druk op de knop. Oké, laten we even kijken. En zoals je kan zien... er staat hier nu dus van Soulstone staat dus nu dit met de drie skulls op. Dus dit is een wither. Die zou dus op dit moment gewoon helemaal gemaakt zijn. Zou dus naar beneden gaan zakken. Kom daar te staan. En dan heb ik hier de killer. Dan wordt dat ding gekilled. Gaat dat ding open nadat hij is gekilled. Droppen de items erin. Perfect. Oh boy jongens. Dat ziet er goed uit. Dat is een geslaagde test. Dan moet ik nu alleen dit ding even inzetten. Dus there we go. Heeft stroom. Betekent dat het goed werkt. Dus there we go. En dan is nu het moment van de waarheid, jongens. Dus nu is het moment van de waarheid. Dus laat ik me eventjes... ik kan dit toch gewoon pakken, hè? Ja, nice. Laat ik dit maar even breken. Heel deze fake wither. En dan gaan we het nu een keer voor het echt doen. Oeh, jongens. We gaan het voor het echt doen. Dus oké, we hebben nu jou. En dan test ik het weer gewoon met een button press of de echte wither werkt. En dan als dat werkt, dan ga ik de klok instellen. Maar dan wordt ook eventjes goed kijken hoe en wat. En daarvoor ga ik eerst de kabels eventjes loskoppelen. Als ik eenmaal de klok ga werken. Voor het geval bijvoorbeeld gewoon dat even los en dat even los. Maar oké, jongens. Laten we de wither skulls er maar inzetten. De wither skulls, moet ik zeggen. Dus pakken de wither skulls. Gaan we even naar dit ding. Dan zetten we in dit ding de wither skulls erin. There we go. Dus nu gaat het soulset en de wither skulls gaan erin. Zullen dus allemaal worden neergezet in de juiste plekken daarboven. Dus als het goed is, moet nu al een deel vol zitten. Laten we even kijken. Even zien. Dus deze zit 100% vol. 100% vol. Deze begint nog aan het vollopen en deze is ook 100% vol. Dus we zijn bijna klaar met het opvullen van al het soul sand. En we zijn dus nu bezig met de wither skills. Ja, kijk, er zit al een stack. We zijn nu met die bezig en die komt daarna. Super nice. Oh man, ik ben echt benieuwd. Dit is spannend. Want mocht er nu iets fout gaan,
dan gaat het ook goed fout. Dus dan gaat het goed fout. Oké, dus daar zit een ding in. Ja, deze worden ook opgevuld. Of. Huh? Tekst maar opgevuld? Ja. Oké. In ieder geval, er zitten dus nu genoeg dingen in. Alles was gefixt. Oh boy, ik vind het echt zo spannend. Dit is zo spannend, jongens. Dit wordt dus nu de vraag. We gaan even kijken wat er dus in zit van Nether Stars. Hebben we een Nether Star bijvoorbeeld? Volgens mij niet meer. Maar even kijken. Nether. Nope, we hebben geen Nether Star. Dus, oh man. Hier gaan we, jongens. We gaan drukken op de knop. En als het goed is, komt dus de Wither. En dan gaan we kijken of het werkt. Dus, hier gaan we. Ja, yep, daar hebben we de Wither. Daar gaat de Wither, jongens. Het gaat erin. En ik zal schade krijgen, maar wel minimaal. Dus, dat is wel nice. Oké, maar oh boy, hier gaan we. Oké, en... Oeh. Boom, dood. Luik gaan open, ging ook weer dicht. En als we nu gaan kijken in het systeem, hebben we een Nether. Oh yeah, jongens, hij werkt. De Wither Farm is operationeel, hij werkt dus super nice, super mooi. Is er schade? Dat is ook natuurlijk belangrijk, is er schade? Nope, nergens schade, dus het werkt heel mooi, heel goed. Oh man, I'm happy. En het zag er sick uit. Dus zoals je kan zien, ik krijg een klein beetje schade, maar het valt reuze mee, vooral omdat ik armor aan heb. Dit is trouwens iets wat ik ga aanpassen in de volgende episode, dus dat is alvast een spoilertje. Maar voor mij wist je dat al, voor mij had ik het al gezegd. Dus oké, dit werkt nu, laten we het nog een keer doen. Gewoon om even te laten zien van het werkt, there we go. En ik heb de server al gezegd van, ja, je zal waarschijnlijk weer eens gaan horen. Maar goed, in ieder geval, laten we even kijken wat gebeurt als ik echt gewoon tegenaan ga staan. Want dit kan gewoon, kijk maar. En, boom. Zie je, ik krijg wel schade, maar het gaat niet zo'n hartje af, dus ja. En het XP blijft er wel liggen, maar dat maakt me niet zo heel veel uit. Het is niet veel XP wat de Wither drop. Dus oké, dan hebben we nu als goed is 2 stars. Ja, wacht, star. Ja, we hebben er nu 2. Super nice, super super nice. En als het goed is beginnen nu de discus vol te lopen, ja, met Wither Skulls en met Soul Sanders. Nice. Dus, nice. Ja, tijd voor de klok, hè. Tijd voor de klok. En nu ben ik nog even aan denken van, hoe vaak wil ik dus dit ding, dat het een ding is spant, een Wither. Dus even kijken, we koppelen jou los en we koppelen jou los even. Deze, of zo. Kan het iets beter. Dus ja, deze maakt eigenlijk niet uit. Dit spant geen Wither, dus ik kan dit gewoon terug doen in principe. Oké, dus tijd voor de klok dus. Dus timer. En we zetten de timer naar daar en dan even draaien die kant op. Dus okidoki. Laten we even kijken hoe dit dus nu werkt. Er staat een delay van 20 ticks staat er nu. Dus dat betekent dat elke 20 dingen... Maar kijk, dit is dus waar ik bang voor was. Wat? Het is super... Delay en ticks, hè? Oké, dus ik wil het... Oh ja, wacht, als ik dit nou even stop... Nou, nu is een delay van dingen... Oké, dus we moeten even naar boven zetten. We moeten zetten naar... Pak 15 seconden, dus dat is 300 ticks. En we zetten eventjes deze nu. Ja, laat het nu even doorgaan. Dit zal nog even doorgaan, omdat het dus zeg maar nog ingesteld was. En dat heeft een delay van 12 seconden. Dus oké, als dit stopt, dan zal je het zo meteen kunnen zien. En als het goed is, dan gaat het, dan doet hij een tik. Maar even, we gaan even kijken of dit werkt, want... Kijken. Oké, staat oké, nu is hij klaar. Oké, there we go. Kijk, het is een hele snelle puls wat hij doet, dat ding. En dit is dus het enige waar ik dus niet echt zo tevreden mee ben. Het doet één snelle puls. En ik ben bang dat dan... dat het dan niet gaat werken. Ik ben bang dat dit dan gewoon niet gaat werken op deze manier. Dus dat betekent dat we het met een button moeten doen. Maar dat is geen probleem. Want wat we dan gewoon kunnen doen, is we kunnen dan zo'n automatic ding neerzetten. Wat gewoon met een puls werkt. En dat heeft dan gewoon een knop effect en ja... Dus ik denk dat ik even ga kijken of er toevallig een andere timer is dan dit. Want ik vertrouw deze timer niet echt. En dan, dan gaan we even kijken of we het kunnen oplossen met misschien een andere automatic mechanical user. Maar ik moet even zien. Dus ik ga een beetje testen. En dan ben ik zo terug als ik een goede oplossing daarvoor weet. Oké, jongens. Het is misschien primitief, maar ik heb een oplossing gevonden. En dat is gewoon, inderdaad zoals ik zei, met zo'n zo'n mechanical user op een button. Maar dan moet het op de mode staan active block with item. Dus dat is hoe het op moet staan. En dan gewoon right click en dan het hoeft geen slot natuurlijk. En dan redstone. En dan werkt het met dit ding. En ik heb te veel dingen gezet. Dus als het op 300 zetten we al dus moesten. Dat betekent dat elke 15 seconden druk je op die knop. En dan zal het dus geactiveerd worden. Dus ja, dat betekent dat dit gaat werken. Dus dat betekent dat we jou pakken. We pakken jou, we pakken de button. Pak even jou allemaal, al die dingetjes. Dus oké, even dit weer fixen, want dat is niet goed. Dus als we nu dan de timer opzetten, moeten we even kijken waar we die gaan plaatsen. Ik denk dan op deze plek. Dus dan hier komt de knop, hier komt de... Nee, wacht, zo. Knop. Ja, oké, zo gaat het werken. Dus
plaatsen hier de knop. Plaatsen hier de activator. En we zetten het hier op activate block with dingen. Redstone on. En dan plaatsen we hier zo de timer. Dus oké, there we go. Dus dit zou nu moeten werken. Dus laten we even kijken of dit inderdaad ook werkt. Dus we moeten gewoon eventjes hier even naar kijken, jongens. Het duurt misschien even omdat het dus 5 seconden delay op heeft. Maar we moeten even kijken of dit dus nu werkt. Als het goed is, moet het werken. Dus ja, yep, there we go. Oké, het ging even aan, uit. Dus het ging er net al een tik. Maar even kijken. Dus oké. Wacht wat. Oké, there we go. Het gaat aan. Eerst de ene, dan de ander. Okidoki. En dan moet zo meteen na 12 seconden die ander gaan. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in, jongens. Dus wat ik ga doen is zodra... Kijk, die ding was al aan. Dus ik denk dat ik gewoon dit nu kan doen. Oh boy. Gaan we, jongens. Als het goed is, moet hij nu werken. Dus laten we even kijken wat er gebeurt als ik hier ga staan. Jawel. Jongens, onze Widowfarm is officieel operationeel en hij werkt nu. Hopelijk. Moeten we even kijken. Dus eerst gaat dit ding A ontploffen. Zullen we dus een dingen krijgen. Dus laten we even kijken hoe dit werkt. En... ontplof. Boom. De items droppen. En na een paar seconden moet de volgende Widder komen. Dus laten we even kijken of het inderdaad klopt. There we go, de volgende Widder. Nice. Oh man. Dit is echt sick. Dit is zo sick. Dus jongens, dat betekent dat het nu helemaal werkt. Ik kan dit misschien een beetje fine-tunen. Misschien iets minder zetten. Maar ik ga het hier gewoon op laten. Dit is goed. Hoe de farm nu werkt. Dus ik denk dat hij compleet automatisch... Kijk eens, als ik hier sta, kijk een beetje schade. Dus, ja, super nice. Ja, heel nice. Ik moet nog wel even vragen van... Wacht, horen jullie de Widder? Moet ik eventjes vragen. Want als dat zo is, dan moet ik dus waarschijnlijk... Ik weet niet hoe ik dat moet fixen, om eerlijk te zijn. Heb een sound uit. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk moet ik dan tegen mensen zeggen, hou je sound uit. Want bijvoorbeeld, ja, hij werkt dus nu. Dus even kijken wanneer de volgende komt. Zoals nu. There we go. Als ik nu dus helemaal hier zo zit, dan zou ik dus buiten range moeten zijn. Maar als hij doodgaat, dan hoor je dus het volgende geluid. Ik zal even stil zijn. There we go. Dat is toch nooit server white. Volgens mij wel. Volgens mij was dat server white. Tenminste, ik hoor het wel zacht. Dus misschien even kijken als ik nog verder weg ga. Of ik het dan hoor. Dat is wel even interessant om te weten. Dus als ik bijvoorbeeld hier ga staan. Ja, zie je, je hoort het nog wel. Je hoort het, maar... ja, dat is dus... I don't know. Het probleem is dus dat je dit dus permanent blijft horen. Dus ik kan misschien zo'n muzzler doen. Nee. In ieder geval... dat is dus het einde van deze episode, jongens. Dus oké, ik kan nu even niks anders meer aan doen dat het geluid zo is. Dat is het enige probleem nog waar ik heb met dit. Maar als we nu even gaan kijken, dan zou ik als goed is alweer flink wat stars moeten hebben. Ja, 7 alweer, dus het werkt heel nice. Dus jongens, wat dit betekent is, we hebben dus nu een mooie constante stroom van Witherskulls en dan dus Widders. En dan gaan we dus in de volgende episode, ga ik dus een nieuw armor maken. En daarvoor moet ik één dingetje doen en dat is de Ender Dragon verslaan. Dus jullie weten denk ik al waar het naartoe gaat. En dan kan ik dus met... misschien dat ik het moet opdelen in 2 episodes trouwens. Hetgene wat ik wil doen. Maar dan moet ik nog even naar kijken hoeveel werk het is. En waar ik dus in ieder geval naartoe wil gaan is... We gaan naar Draconic Armor. We gaan naar dit armor. Een Draconic Helm, chestplates. En dat is dus wat ik wil. Dus, en hoe maak je dat dus? Ja, dat maak je met Fusion Crafting. Dus Fusion Crafting is iets wat we gaan doen. En dan een Draconic Armor. Dus jongens, iets wat jullie heel graag wouden dat ik ga doen. En dat gaan we dus ook doen. We gaan beginnen met Draconic Evolution, want blijkbaar is het wel gewoon bijna helemaal af, dus we kunnen er gewoon makkelijk van alles mee doen. Dus ik ben er hyped voor, ik kan niet wachten tot de volgende paar episodes, dat zal super super ziek zijn. Eindelijk Draconic Evolution, waar ik nooit eerder mee iets heb gedaan. Dus ja jongens, nogmaals bedankt voor het kijken, hopelijk hebben jullie genoten van deze episode. Verschil natuurlijk nog geen like achter te laten, want anders dan blaast hij weer hem op. En dan zie ik jullie in de volgende episode weer terug. Dus bye bye! En tot... dan!